Dan is het voor mij tijd om even te kijken hoe het gaat met Tom. Tom, goedenavond. Hey Vera. Hoe staat het met jouw liefdesleven, Vera? Nou, niks te klagen. Helemaal oké. Nee, geweldig. Nou, ik heb hier ook twee mensen met de hennestok. Perfect. Ze zijn al 44 jaar samen, maar ze zijn nog nooit voor de kerk getrouwd. Nou, laat hier op de Tilburgse kermis een hele grote roze kerk staan. Het is een opblaaskasteel, er wordt op dit moment ook gegeten. En we hebben hier Anja en Barry. Hallo. Ja, Anja en Barry zijn dus vanavond hier aan het eten. Maar er gaat nog iets speciaals gebeuren. Jullie gaan hier zo meteen trouwen. Ja, we gaan trouwen. Na 44 jaar, hoe dat zo? Ja, dat klopt gewoon, ja. Wij zijn gewoon al 44 jaar getrouwd, maar nooit voor de kerk. En waarom nu, op de kermis? In de kerk. Hoe komen jullie erbij? Ja, wij niet, maar vrienden kwamen van ons. Zeg, wat moeten jullie doen? Nou ja, doe maar dan gewoon. Hè. Ja, dan doen jullie dat, hè. Zo doe ik het ook. Hè. Geweldig. Ja. Hey, en dat gaat zo meteen gebeuren. Er wordt nu gezongen. Over een minuut of 10 worden jullie ingehuwelijkt, hè, begrijp ik. Hoe gaat dat eruit zien? Ik weet niet hoe het eruit ziet, maar volgens mij krijg je... Ik heb een bruidsleider gevraagd. Dus ja, voor mijn vrouw natuurlijk. Ja. En ja, luister eens, 44 jaar lang. Nou ja, oké. Okay. Ja, hoe groot is de liefde nog tussen jullie twee? Oh, dat wil ik niet weten, hoe groot dat is. Laat eens zien, laat eens zien. Ach, wat lief. Een dikke smakkert. Nee, nu hebben we even geen tijd. Oh, nu hebben ze even geen tijd meer. Ze duiken nog heel even een hoekje en over een minuut of 10, dan gaan ze echt trouwen. Het is allemaal niet voor het echie, het is maar voor de kermis. Maar Anja en Barry worden hier na 44 jaar echt huwelijk, zogenaamd voor de kerk, nog een keer getrouwd. En het ziet er schitterend uit. Ze hebben elkaar net het jaarwoord gegeven. Anja met een mooie bruidssluier, bloemetjes in de hand. En Barry heeft een mooie hoed opgekregen. Het ziet er allemaal heel mooi en roze uit natuurlijk, hè, deze roze maandag. Ja. Er zijn al 19 stelletjes getrouwd vanmiddag. Ja, ik wil zeggen, hoe persoonlijk is die speech die er nu wordt voorgelezen? Gaat die over hen of wat is dit wat we horen? Ik kon jou niet zo goed horen, Vera, maar er wordt op dit moment van alles voorgelezen over die twee. Misschien is het leuk om even mee te luisteren. Kijk, daar komt het. Dan verklaar ik Henrike Brouwer, bijzonder ambtenaar van de Kermisliefde, op 23 juli 2018 in de Bonheur Horecagroep Pink Chapel van de Kermis in Tilburg, Anja en Barry tot man en vrouw. Oh. En in het Engels zeggen ze dan: gemeut uw vrouw, nou een kusje geven. Nou, ze hebben elkaar al heel veel kusjes gegeven. En nu mag het eindelijk echt op het podium. Er kijken misschien wel een man of 50, 60 die hier in de kapel staan. Ze hebben hier gegeten. Het zijn vrienden, het zijn familie van ze. Het zijn ook wereldvreemden, dat maakt niet uit. Het is heel erg lief, het is heel erg mooi. Ze krijgen een soort snoepringen om. Ik weet niet zo goed wat het zijn. Je kunt er vast lekker aan sabbelen. Lolly lekkers. Barry zegt het. Barry, hoe voel je je? Ik voel me helemaal kloten. Nee, dat meen je niet. Nee, het is hartstikke gezellig, joh. Het is gezellig. Ja, het is hartstikke leuk. Ze nemen een glaasje, lekkere champagne of iets van rosé. Er komen roze blaadjes naar beneden. Het is een schitterend schouwspel. Het is jammer dat het niet echt is, maar het lijkt er wel op. Het is heel mooi. Dankjewel, Tom. Ja, ik zeg altijd, ik vind het prima als mensen hetero zijn, zolang het maar niet zelf hoeft te zien, maar gadverdamme.